Het malaria-programma van het ministerie van Volksgezondheid organiseerde in samenwerking met de Pan American Health Organization een Malaria Transmission Risk Mapping Workshop. Onder de deelnemers bevonden zich afgevaardigden van de regionale gezondheidsdienst, de Milieuinspectie, de medische zending, het BOG en het Mungra Medisch Centrum. Aan hen werd tijdens de 2 dagen durende workshop de vernieuwde richtlijnen met betrekking tot eliminatie van malaria meegegeven. Verder hebben ze gewerkt aan het samenstellen van een kaart van de malaria-risicogebieden in Suriname. De kaart zal jaarlijks worden bijgewerkt in de strijd tegen malaria. Volgens Helene Hiwat, coördinator van het malaria-programma, is Suriname bijna malaria-vrij. Er wordt momenteel gestreefd naar certificering in 2020.